Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwmarkt Hubo op de Castricummer Werf, Hans van Borre, uw groene slager, Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg in Castricum. Welkom bij Couleur Lokaal met in deze uitzending de vier nieuwe wethouders van de gemeente Castricum. Welkom bij Couleur Lokaal. We gaan vandaag praten met het nieuwe college van bestuur van de gemeente Castricum. Vier wethouders, twee oude bekenden. Volkom Binnendijk, je hebt al 4 jaar erop zitten als wethouder. Paul Slethaar ook al 4 jaar als wethouder. Nieuw Roel Beems, nou ja, nieuw. 12 jaar raadslid, lintje gekregen. Redelijk nieuw, Valentijn Brouwer van GroenLinks. 4 jaar raadslid geweest en nu wethouder. Dus fijn dat jullie er zijn, alle vier. En we gaan kijken wat jullie plannen zijn voor de komende 4 jaar. En misschien wel nog langer, dat weten we niet. Ik wil even beginnen bij Roel. Jij bent zeg maar de aanstichter van deze groep. Hè? Je hebt het initiatief genomen om dit college te vormen, omdat je de grootste partij was na de verkiezingen. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat is correct. We hebben eigenlijk een soort van duidingsdebat gehad, hè, de avond na de verkiezingen. Daar is vanuit de raad opdracht gegeven aan Lokaal Vitaal als op de grootste partij afhankelijk van de uitslag van de verkiezing op 16 maart. En wij hebben met elkaar gekeken van welke mogelijkheden zijn er. En na een week zijn er toen 2 informateurs aangesteld. Hè, Bert Meijer en Mirjam Leijen. Die hebben met partijen gesproken en die hebben een advies gegeven. En dat advies hebben we overgenomen. En dat advies luidde, en daarom zitten wij hier nu met elkaar aan tafel. Dat Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en het CDA samen zouden gaan proberen om te komen tot een coalitieakkoord en vervolgens tot een collegevorming. En op basis waarvan is dat advies gemaakt? Ja, daar is natuurlijk al veel aandacht aan besteed in de media. Het uitgangspunt was eigenlijk wat de raad daar zelf over gezegd had. En dat was dat we tenminste 4 partijen samen wilden laten werken die dan ook minimaal 14 van de 25 zetels in de raad hadden. En eigenlijk hadden GroenLinks en VVD en Lokaal Vitaal het ook met z'n drieën kunnen doen. Dan hadden we in ieder geval die 14 zetels te pakken. Ja. Maar er was een hele duidelijke behoefte om en een duidelijke wens vanuit de gemeenteraad om het met 4 partijen te doen. Dus vandaar dat we nu met elkaar aan tafel zitten. Ja, dus het is jou gegund, Valkoen, om ook nog een keertje mee te doen. Ja, klaarblijkelijk. Na de klap van de verkiezingen trouwens, want jullie zijn van 4 naar 2 zetels teruggegaan. Ja, het was geen gemakkelijke uitslag. Nee. Zeker niet voor het CDA. En des te meer ook dat heel mooi is dat eigenlijk de andere 3 partijen vertrouwen in het CDA hebben uitgesproken. En in de bestuurlijke kwaliteiten die we de afgelopen 4 jaar aan tafel hebben kunnen brengen. Om deze periode mee te kunnen doen. Is het een stabiliserende factor, het CDA, in deze college? Dit college? Nou ja, we zijn 5 weken aan de gang met elkaar. En volgens mij zijn we allemaal stabiel. Nou ja, omdat je het ook zonder CDA had kunnen doen. Daar bedoel ik, je hebt hem toch aangesproken. Ja, er speelt nog wel iets mee wat in het wel van belang is. In het vorige college waren er 3 wethouders. Eigenlijk 3,5, hè, want de burgemeester deed zelf ook nog een aantal portefeuilles. Ja, dat leidde wel tot een workload die eigenlijk te groot was. En we hebben nu een soort van logische indeling naar 4 domeinen gemaakt. Daar komen we denk ik zo meteen wel over te spreken. En per domein hebben we nu echt een wethouder daarvoor. Ja, het valt me wel trouwens dat 4 mannen weer aan tafel zitten. Waar zijn de vrouwen? Ja. Nou, willen we wel een reactie eigenlijk van iemand? Ja, nou, ik wil er wel op reageren, want ik ben natuurlijk wel betrokken geweest met de samenstelling. Ja, nou, dit onderwerp is in alle gesprekken die we gevoerd hebben eigenlijk ook op tafel geweest. We hebben dus alle partijen die aan tafel zaten bij ons, hebben we gevraagd van ja, hebben jullie vrouwelijke kandidaten? Want dat lijkt ons een goede zaak voor de samenstelling van het college straks. Maar er zijn geen vrouwelijke kandidaten naar voren geschoven geworden. Dus, er is ook gekozen om met een coalitieakkoord te gaan werken en niet meer met een raadsbreed programma zoals in het vorige college. Wat was daar de doorslag van? Want ik heb met u ook gesproken in aanloop naar de verkiezingen en was een raadsbreed programma was zeker nog mogelijk. Afhankelijk uiteraard van de uitslag, maar bijvoorbeeld een vrije lijst is bijvoorbeeld gegroeid. Ook de Partij van de Arbeid zit nu niet in het college. En dan is er gekozen voor een oppositie, heel traditioneel ook weer met een coalitie. Daar hebben we niet voor gekozen, voor een coalitie en een oppositie. We hebben gewoon naar iedereen goed geluisterd en we hebben geïnventariseerd van wat zijn de wensen.
En wat wel speelt is dat we gezegd hebben, de goede dingen die we geleerd hebben in uit dat raadsprogramma, in de periode van de afgelopen 4 jaar, die tillen we door naar de nieuwe periode. En daar hebben we ook al wat voorbeelden van gezien, vorige week donderdag ook zelfs nog in de gemeenteraadsvergadering. We hebben ook gezegd dat we een soort van doorzettingsmacht nodig hebben om ook zaken gerealiseerd te krijgen. En dan werkt een coalitieprogramma weer wat krachtiger dan een raadsprogramma. Ja. Dus het is eigenlijk best of both worlds. Ja. En het is misschien goed om aan te vullen, van er is bij het coalitieprogramma ook gekozen om niet alles helemaal dicht te timmeren. He, dus die input van andere partijen, ja, die wordt ook echt gezocht en gevraagd. En dat hoeft niet altijd in dezelfde samenstelling te zijn als we nu hier met z'n vieren aan tafel zitten. Dat betekent dat we ook met de raad in gesprek gaan om te kijken van waar willen we met z'n allen naartoe. Paul en Falgun, we hebben het hier al vaker over gehad, hè? En jullie gaven hoog op over dat raadsbrede programma. Jullie vonden dat echt wel een hele goede uitvinding eigenlijk. Ja. Toch overstag gegaan op de een of andere manier? Nou ja, kijk, ik ben wethouder van buiten, bescheiden, dus ik heb niet mee onderhandeld. Een van de late stadia van de onderhandelingen ben ik aan tafel gekomen en toen heb ik mijn input gegeven op basis van wat ik denk dat realiseerbaar is. En daar is naar geluisterd. Kijk, ik heb in meerdere coalities gewerkt. En eigenlijk altijd met een coalitieprogramma. Dat werkt prima. Al die colleges zijn ook 4 jaar volgezeten. Afgelopen periode was razend interessant en heeft heel goed gewerkt. En ik merk dat dit ook heel goed kan werken. En alles heeft voor- en nadelen. Dus ik denk niet dat het zo is dat, dat we nu opgeven dat we, zoals Valentijn zegt, met de raad samenwerken. Integendeel. Maar goed, je hebt natuurlijk wel gewoon een coalitie en dat betekent gewoon wel wat. Dat betekent ook, we zijn natuurlijk duaal, maar dat je logischerwijs elkaar eerst opzoekt. Mm-hmm. Ja, dat stond wel mooie zin in, dat je vertrouwen in elkaar hebt, maar dat je het eigen gezicht ook nog naar voren wil laten komen, toch, Falcon? Ja, kijk, ik denk een paar elementen. Het is ook hoe je als wethouder ook nu weer en ook de vorige periode acteert. En dat is breed wat mij betreft ook gewoon met alle raadsfracties aan de slag. Dat kan ook, hè, die elementen van dat duaal werken willen we ook behouden. Maar anderzijds hebben we ook gezien, wethouder Financiën zal het ook beamen, rondom de begroting en de kadernota. Ja, dat vind ik echt de verantwoordelijkheid van de meerderheid van de coalitie. Zo hebben we dat ook in het akkoord opgenomen. Want daar is het ook spannend om geweest, hè, in de afgelopen periode. En die begrotingsverantwoordelijkheid, die moet je wel vanuit meerderheidscoalitie met elkaar nemen. Ja. Ik had nog een vraag, want er zijn natuurlijk tegengestelde stellingen in jullie verkiezingsprogramma. GroenLinks kijkt heel anders tegen bouwen aan en natuur dan lokaal vitaal. Hebben jullie de verschillen al besproken of hebben jullie alleen nog maar gefocust op de overeenkomst? Daar wil ik ik kijk jou aan, maar dat komt omdat je die kant Ik wil eigenlijk toch Valentijn's mening erover hebben. Nee, ik denk dat daar een paar dingen zijn die relevant zijn. Hè. In eerste instantie hebben we gekeken over waar we weten elkaar te vinden. Hè. Het coalitieprogramma is een samenwerking tussen de 4 partijen. Dus dat wij als GroenLinks en een lokaal vitaal of een CDA of een VVD soms ergens anders in staan. Dat zorgt ervoor dat je met z'n vieren gaat kijken hoe komen we ergens uit waar we achter kunnen staan. Daarnaast er zijn een aantal zaken waar we gewoon hele concrete afspraken over hebben gemaakt. Hè. Ik zei net, er zijn onderwerpen waar we dat niet hebben gedaan, wat we niet hebben dichtgetimd. Er zijn ook een aantal onderwerpen waar we wel gewoon harde afspraken over hebben gemaakt. En daar committeren we ons aan. Kijk, ik ben niet zelf bij de onderhandelingen betrokken geweest. En daar heeft dat gesprek natuurlijk heel duidelijk plaatsgevonden. Van hoe gaan we met bepaalde situaties om? Hoe kijken we naar bepaalde dossiers? En daar is toen op een gegeven moment besloten van willen we daar als coalitie iets over vastleggen? Of willen we dat open laten aan de raad? En hoe gaan we daarmee om? En hoeveel ruimte hebben we dan als partij om daarvan af te wijken? Dat is een proces, daar moeten we ook nog gaan kijken. Maar het is wel zo, kijken naar de afgelopen 4 jaar ook. En wat mij betreft ook naar de komende 4 jaar. Want er is met heel veel vertrouwen gewerkt. En dat vertrouwen heeft er ook voor gezorgd dat onderhandelingsproces soepel is verlopen. En snel is verlopen. Ja, we waren als eerste in Noord-Holland bijna klaar. Dus. Ja, en vanuit dat vertrouwen, en je kan soms iets vanuit een ander perspectief aanpakken of bekijken, maar vanuit dat vertrouwen geloof ik heel erg dat we met z'n vieren goed uit kunnen komen. En hopelijk niet met z'n vieren, maar met alle 8 partijen. Natuurlijk. Ja, dan is dat laatste wel optimistisch natuurlijk. Dus, op zich, de raad gaat over het politieke deel nog steeds. Hè. Als college
heb je een bestuurlijke samenwerking waarin je probeert, en dat lukt tot nu toe heel goed, elkaar altijd op te zoeken en goed te communiceren. En daarmee kom je gewoon altijd, is mijn ervaring, heel erg ver. Ik denk ook dat er een enorme gezamenlijke opgave ligt, want wonen werd even genoemd. Ja, er is geen verschil van mening. Ja, maar goed, dan even wonen. Maar over wat er moet gebeuren qua wonen in Castricum, daar staan we gewoon allemaal achter. Iedereen heeft daar dezelfde opvattingen over. Het is hard vastgelegd. Duidelijke opdracht. Ja. Roel, we gaan beginnen met jou. Financiën valt onder jou. Je begon met het tegenvallen. Nou ja, we waren 2 dagen aan de gang. En toen had je al een schuld van 180.000 euro, geloof ik. Of nou, meer. Vergis je nog een nul. Een nulletje. Ja. Oh ja, sorry. Nee, maar wat er gebeurde is... Gisteren een nul. Ja. Wat er gebeurde is, we zijn... Dat geldt voor ons allemaal. Je gaat van start in die klus. Ja. Dan praat je met de beleidsambtenaren. En dan komen de overdrachtdossiers op tafel. Ja, en het overdrachtsdossier door de financiën bleek dus... dat er een post uit 2021... die feitelijk... structureel was, die was niet structureel meegenomen. Die was eigenlijk incidenteel blijven hangen in 2021. En dat, ja, dat was binnen 48 uur dat we dat op tafel hadden. Dat is slecht nieuws. Maar het goede nieuws is wel dat je dus nog 4 jaar hebt om oplossingen voor te vinden. Maar het slechte nieuws is ook dat we 1,5 jaar geleden onder preventief financieel toezicht zijn gesteld door de provincie. Dat is weliswaar opgeheven. Maar toen hadden we al een niet sluitende begroting op de lange termijn. Ja, dat klopt. Heb je een zwaar dossier, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is een zwaar dossier. Om die financiën op peil te krijgen. Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen dat we zijn er goed uitgekomen uit dat preventief financieel toezicht met de provincie. Daar hebben we destijds vanuit de Raad een werkgroep op ingesteld. Daar was ik zelf voorzitter van. We zijn daar goed uitgekomen. Dus de provincie die was eigenlijk met 5 maanden weer van onze schouder. We hebben ook een sluitende meerjarenraming. Hè. Dus in die zin... komen ze niet terug op onze schouder, ja, tenzij er natuurlijk de komende 3 jaar van allerlei dingen fout gaan. Maar ze komen niet terug en we kunnen vooruit. En deze tegenvaller, of laten we maar zeggen, de onjuiste financiële rapportage, want dat was het feitelijk, die zit in de hoek van het sociaal domein. Dus Falkmoen en ik die werken nu heel intensief samen om te kijken dat we, dat we er grip op krijgen. En B, dat we in ieder geval van het inbouwen van extra checks en balances niet verrast kunnen worden door dit soort... Dat coalitieprogramma is trouwens niet gecheckt nog op financiën. Nou, dat is niet helemaal juist. Het is gedeeltelijk gecheckt wat we nu aan het doen zijn. Wat we nu aan het doen zijn, dat is dat er staan natuurlijk allerlei ambities in en vergezichten. Wat we aan het doen zijn, is nu het vertalen van het coalitieprogramma naar een college werkprogramma. En dat verschil zit hem feitelijk dat je de faceringen, de prioritering gaat aanbrengen, dat je het geld erin gaat brengen, dat je gaat kijken wie moet allemaal wat uitvoeren. Een belangrijke functionaris om ons daarbij te helpen is de gemeentesecretaris, dat is de hoogste ambtenaar. Maar degene die we hadden, die is net weg, die is wethouder in de gemeente Heemskerk geworden. De nieuwe is net aan boord, dus we zitten even in die transformatiefase. Maar ergens half juli maar moet het is dat nog niet helemaal doorgerekend. Je weet niet zeker of alle ambities ook bekostigd kunnen worden. Nou ja, we hebben 48 maanden de tijd om die ambities te realiseren. Het gaat er nu vooral om dat we niet alles in de eerste 12 maanden kunnen doen. En ook niet, we hebben de capaciteit en het geld daar niet voor. Dus we moeten dat uitsmeren over een langere periode. Ja, en je wilde de inkomsten verhogen, zag ik in het coalitieprogramma. Hoe ga je dat doen? Nou ja, wat heel interessant is... Gaan we meer OZB betalen? We hebben, daar kom ik zo even op terug. We hebben heel duidelijk gekeken naar wat is de positie van Castricum ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. En dat is een mooi overzicht. Als je kijkt naar gemeenten tussen de 30.000 en 40.000 inwoners, dan zijn dat er 52. Castricum is daar één van. En we bungelen helemaal onderaan met de hoogte van onze begroting. Alleen de gemeente Leusden doet dat nog met minder geld. Het is interessant om te leren van die andere 50 gemeenten. Hoe kan het nou dat die met een hogere begroting werken? En wat kunnen wij daarvan leren? Wat kunnen we daarvan meepakken? Dus daar zijn we mee bezig. Dus dat antwoord hou je van me te goed. Maar er zijn een aantal zaken die we echt kunnen gaan oppakken. Onder andere door de ontwikkeling van toerisme, het verblijfstoerisme, zullen we meer geld binnen kunnen krijgen van de toeristenbelasting. Hè. Dat is een hele praktische en een hele tastbare. En de uitgavenkant ligt vooral bij jou, begrijp ik nu, Falkmoen. Ja, kijk, als je tekorten... Sociale domein. Ja, als je tekorten die eigenlijk structureel zijn, maar dat zien we gewoon in een land incidenteel inboekt. Ja, dan wordt het ook heel lastig om goed te begroten. Dus die omissie is eigenlijk binnen een paar dagen echt op een goede manier hersteld. En laat ik maar zeggen, ook op een manier hersteld waardoor je ook het eerlijke gesprek met je gemeenteraad kan voeren over wat zijn die cijfers nou. En er zijn een paar dingen natuurlijk. Kijk, 1, de gemeente Castricum wijkt in zichzelf niet af als het gaat om uitgaven met de jeugdzorg. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 2 is dat landelijk gemiddelde is heel zorgelijk.
We zien nu al dat 1 op de 10 jongeren, de nieuwste brief van de staatssecretaris, gaat al over 1 op de 7,5 jongeren, op een manier gebruik maakt van de jeugdzorg. Dat is in onze gemeente, dat zijn dat meer dan 850 kinderen op dit moment. Nou, u begrijpt al dat dat het al heel lastig maakt om daar grip op te krijgen, omdat je heel weinig grip kan krijgen vanuit de wet op de instroom. Dus moet je met elkaar het gesprek voeren over normaliseren. Nou, dat gesprek ben ik ook al gestart met de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota. Wat hoort nou bij jeugdzorg en wat hoort nou bij gewoon eigenlijk normaal opvoeden en alle problematieken die daar ook omheen kunnen spelen. Nou, dat gesprek gaan we in de komende jaren echt uitgebreid met de gemeenteraad voeren. Dat gebeurt overigens ook op rijksniveau. Hè? Dat besef is echt wel breed ingedaald. Dat als we dit pad verder bewandelen, ja, dan wordt het onbetaalbaar. Dus maar dat zullen we ook op lokaal niveau doen. Dus eigenlijk meer geld naar preventie en minder naar curatie, zeg maar. Dus toch kijken om te zorgen dat die instroom in de jeugdzorg minder wordt door een beter leefklimaat voor jongeren te creëren, beter pedagogisch klimaat? Nou, of ook het gesprek aangaan, is dit gewoon iets wat je thuis in je gezin op kan lossen? Ja. En hoort dit wel bij de jeugdzorg? Echt dit, die fundamentele vraag. En dat gaat ook over preventie, maar dat gaat ook over de zorgduur, hè? De lengte van de trajecten en de zorgzwaarte. Hè? Zetten we niet veel te zware vormen van zorg in? Want het hele idee was van de decentralisatie, laagdrempelig, dichtbij en toegankelijk. Ja, en is dat nog wel dat idee? Is dat nu, hoe we dat nu uitvoeren? Ja. Zwaar geprofessionaliseerd. En de inkoop van de zorg? Ja, daar loopt nu een aanbesteding op. Ja. Dus daar kan ik dan weer niet zoveel over zeggen. Okay. Maar daarover hebben we natuurlijk een heel traject in de afgelopen 4 jaar doorgelopen rondom visieontwikkeling. En nu lopen de nieuwe inkooptrajecten. Ja, maar je let niet alleen bij de inkoop op het financiële plaatje, heb ik begrepen, toch? Nee. Het gaat toch ook om de kwaliteit van de zorg die er geboden wordt? Ja, en die, nou, in de inkoop, maar dat is misschien op voor andere keer om over door te vragen, hebben die kwaliteitsnormen wel fors verhoogd. Okay. Want het moet ook, want je hebt een x-aantal aanbieders, een hele hoop in onze regio. En voor de gemeente Kastrikum zijn dat er al meer dan 140. Ja, je snapt wel met zulke aantallen dat het ook vanuit, laat ik maar zeggen, gemeentelijk perspectief, daar moeilijk bestuurlijk grip op te houden is. Ja. Dus het aantal aanbieders gaan wellicht wat omlaag, maar de kwaliteit kan omhoog. En de kwaliteit betekent ook kortere zorgtrajecten. Want het is in zichzelf helemaal niet goed als een kind lang in de jeugdzorg zit. Het is juist heel goed en kwalitatief goed als een kind heel adequaat en effectief geholpen kan worden. En vaak is dat eerder bij een korte traject dan bij een heel langlopend, slepend traject. U gaf ook in uw vorige periode aan, dus eenzaamheid. Door corona is er veel meer eenzaamheid ontstaan, niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Wat zijn de doelen voor de komende periode om dat tegen te gaan? Nou, wat ik allereerst heel mooi vind aan het coalitieakkoord is dat we hebben gezegd van dat incidentele programma, dat maken we structureel beleid. Nou, ik denk niet dat er heel veel gemeenten in Nederland zijn die op zo'n manier kijken naar de thematiek van eenzaamheid. Ja. Dat dat een vast onderdeel is om dat bespreekbaar te maken en daarmee aan de slag te gaan. En we hebben het al eerder al gehad hoe moeilijk dat ook is. Ja. En hoe ongrijpbaar dat ook soms kan zijn, gaan we dat een onderdeel ervan maken. En dat doen we op 2 manieren, wat mij betreft. Dat doen we middels programma's voor jongeren, joiners. Daar hebben we gespreksgroepen in de verschillende kernen. Die zitten allemaal vol. Dat is ongelooflijk. Okay. En ongelooflijk goed dat die er zijn. Ja. Aan de andere kant wel zijn opgezet. Maar ook weer niet zo goed dat ze vol zitten. Nee, dat geeft wel een reden tot zorg. Dat geeft wat. Ja, maar dat heeft ook natuurlijk rondom corona. Mm-hmm. Natuurlijk veel thuis zitten. Er zitten best wel maatschappelijke factoren hangen daaraan vast. Waarop die eenzaamheid wel toeneemt. Maar sorry, ik onderbrak je. Joiners en de tweede was? Wel zijn opgezet. Dat gaan we de komende jaren ook uitrollen. En dat is een samenwerking tussen de huisarts, het sociaal team en ons maatschappelijk veld. We hebben een heel mooi maatschappelijk middenveld, onze welzijnorganisaties, om juist ook een maatschappelijk aanbod te gaan creëren. Die gaat over eenzaamheid. Dus dat de dokter niet alleen maar een zorgrecept uitschrijft, maar ook een welzijnsrecept. Ja. En dat is vaak laagdrempelig. Het lijkt me ook lastig om het meetbaar te maken. Is het straks over 4 jaar minder, dat er minder eenzaamheid is? Dat lijkt me ook lastig om dat inzichtelijk te krijgen. Dat is meer op gevoel dan, denk ik. Ja, de GGD heeft al monitors daarvoor. 1 keer in de zoveel jaar doen ze dat. Van die samenlevingsmonitors, daar zie je ook een parameter eenzaamheid. Nou, daaraan kan je toetsen. Maar uiteindelijk is dat wel natuurlijk ook lastig zichtbaar te maken. Ja, ja, precies. Nou moeten we het over wonen gaan hebben. Ja, het was een van de verkiezingsthema's. Het wonen en bouwen. Eerst bouwen en dan wonen. Misschien in die volgorde wel. Ja, zo. Weer een van uw portefeuilles wat dat betreft. Met ook een hoog ambitieniveau. Een aantal partijen wilden en willen ook naar 1000 woningen de komende periode om die te gaan realiseren. Een roze partij bijvoorbeeld. Onder andere vanuit Lokaal Vitaal is het aangegeven. Hoe kijkt u daarnaar? Gaan we dat halen, die 1000 woningen? Ja, anders dan had ik die opdracht niet geaccepteerd.
Er stonden natuurlijk ook al heel veel woningen in de planning. Hè. Dus het is niet zo dat we op nul beginnen. Volgens mij variërend van 900 tot 1500 al. Dus die opdracht die gaan we realiseren. Ja, deel van Lente dat er gekke dingen gebeuren. Mm-hmm. Hè. Natuurlijk stikstofdossier nu. Dus ik kan me daar ook volledig op richten. Ik heb ook grondzaken nu in de portefeuille. Dat is belangrijk. Omdat er ook een afspraak is gemaakt om in andere verhoudingen te gaan proberen te bouwen. Ja. Was het lastig dat je de vorige periode die grondzaken niet in je portefeuille had? Nee, dat is niet lastig. Alleen op het moment dat je in andere verhoudingen gaat bouwen, dus meer bijvoorbeeld middenhuur en meer sociaal, dan komt dat niet uit als het alleen uit de markt komt. En nu mag je overal die opdracht halen. Ja. Vorig jaar hadden we al 35% sociaal hoor. Dus ik denk dat dat op zich wel kan. Maar dan zitten er projecten in, bijvoorbeeld zoals bij de Koeksbloem. Waar we grotere aantallen middenhuur en sociaal realiseren. En die dan op eigen grond worden gerealiseerd. En Castricum heeft niet zoveel eigen grond. Dus dat betekent dat dat intensiever moet. En dat dat ook scherper moet. En ik ben heel blij dat we daarom ook met z'n vieren zijn. Zodat Valentijn bijvoorbeeld het duurzaam bereikbaarheidsdossier kan doen. Mm-hmm. En daar goed op kan samenwerken. En ja, dus die bouwopgave die is gewoon ongelooflijk belangrijk. Want je ziet de sociale gevolgen daarvan op het moment dat die woningen er niet zijn. Ja. Er is gekozen voor 40% sociaal, 40% midden, dus dat is huur en koop, en 20% vrije sector. Binnen dat sociaal is de bedoeling dat er dan 30% ingezet wordt als huurwoningen en 10% als sociale koop. Dat betekent ook een enorme rol, denk ik, voor de woningbouwvereniging voor Kennemer Wonen. Hebben jullie, en gaan jullie daar ook afspraken mee maken? Dit gaat over de nieuwe projecten, hè. Dus niet waar we al in plancapaciteit voor staan. We werken al heel goed samen met Kennemer Wonen. It takes two to tango. Dus voor ons is Kennemer Wonen, voor zover dat mag allemaal binnen de juridische regels, mm-hmm. Het Didam-arrest, een soort preferred partner, zeg maar. Maar het is niet zo dat ze een monopolist zijn. Nee. Dus wij werken graag met Kennemer Wonen samen, en dat willen we ook. Maar ja, ik wil gewoon leveren, productie draaien. Ja. Dus dat betekent dat dat de hoogste prioriteit heeft. En het is mooi als Kennemer Wonen dat kan doen. Ja. Maar als we bijvoorbeeld een project hebben waar wat minder hoge aantallen in zitten. En Kennemer Wonen zegt, of dat kunnen we niet. Of ze komen er niet uit. Dan kijken we natuurlijk ook naar andere opties. Ja. Was dat de inbreng van GroenLinks, 40-40-20? Nee, het is een van de dingen waar wij op hebben ingezet. Ja. Maar dus dat heb je binnengehaald, zeg maar. Ja, zo kun je dat zeggen. Maar uiteindelijk, kijk, het is een gezamenlijke opgave. En het gaat er natuurlijk ook op hoe je dat precies invult. Hè? Van, zoals Paul terecht aangeeft, het gaat om nieuwe plannen en het gaat om het totaal. Hè? Dus misschien hadden we vanuit GroenLinks meer ingezet op alles moet 40-40-20. Daarvan is de consensus van. Dat is misschien niet realistisch, of in ieder geval het is niet realistisch. Heeft geen draagvlak. Het is niet om draagvlak. Kijk, nogmaals, ik heb niet onderhandeld, maar ik heb wel bij de onderhandeling gezeten op laatst. En het is voor mij belangrijk als bestuurder om een opdracht te hebben die waar ik niet over 4 jaar hoef te zeggen van het is niet gelukt. Mm-hmm. Je ziet dat er in Alkmaar ook een discussie over gaande is. Dus vandaar dat je kunt niet halverwege gaan zeggen of gewoon met mensen waarmee je in gesprek bent, we gaan het opeens heel anders doen. Dus vandaar alles wat in plancapaciteit staat, dat doet niet mee. Of waar we in gesprek zijn, om nieuwe projecten, overal opgaven. Ja, en dan is het niet slecht. Bijvoorbeeld middenhuur, om wat te noemen, is niet alleen van GroenLinks. Dat is heel erg ook van de VVD bijvoorbeeld. Ja. Want mensen die tussen de 800 en laat zeggen, 1250 euro een woning zoeken, probeer het maar in Castricum. Je valt overal tussen wal en schip. Dus die middenklasse is ongelooflijk belangrijk en je ziet dat daar gewoon geen focus op is. En wij willen die focus wel, dus ik geloof ook echt in die opdracht. Ja, en het is natuurlijk heel politieke tegenstelling. Het is heel makkelijk om te zeggen van dat is iets wat wij aan de onderhandeling hebben gewonnen. Alleen het is ook iets waar bij VVD heel veel draagvlak voor is, omdat er het lost op een breed scala van problemen, lost het wat op. En dat is iets waar alle partijen dus ook van gezegd hebben, van wij geloven dat op de goede manier dat een oplossing is voor ons als gemeente. Ja, plus dat het zo is dat we gaan ook kleiner bouwen in het sociaal. Dus op het moment dat je, dat vond GroenLinks ook, ik wil eigenlijk niet uit onderhandelingen klap, want dat doe je dan bijna. Maar ja, kijk, als je mensen hebt, mensen zijn steeds meer, zeg maar, eenpersoonshuishouders. Ja, sommige mensen willen gewoon 30 vierkante meter. Hebben we nog discussies gehad over de statushouders, Hans?
Nee, want daar is een duidelijke afspraak over gemaakt. Hè. Dus oh, je hebt de urgentie eraf gehaald, toch? Nee, ja, de urgentie blijft eraf. Dus ja, dat blijft eraf. Ja, dus, maar dat is een beetje tegen de principes. Nou, misschien moet ik de vraag even kunnen beantwoorden, anders dan ja. gaat het een beetje snel. Maar sorry. Wat er is afgesproken is dat we gaan niet de huisvestingsverordening op dat punt veranderen. Maar we gaan wel proberen, en dat was ik al van plan, om perspectief te bieden voor iedereen in een tijdelijke woning. Want ja. het is gewoon niet de bedoeling dat je hele leven in een tijdelijke woning blijft zitten. Mm-hmm. Nou, Van Groen heeft daar een belangrijke rol in, hè, ook qua integratie. Dus daar werken ja. we al in samen. Ja, zeker weten. Dus ik denk dat een heel nieuw element is. Na 2 jaar willen jullie ze voorrang bieden dan, hè? Nee, mensen, nee, nee. Dat stond in het Wat we willen proberen is mensen perspectief te bieden. Dus ja. zorg, want je moet wel eerst woningen bouwen, zoals jij net terecht zei. Eerst bouwen, dan wonen. Dus dat is de eerste opdracht. Hè. Dus eerst mm-hmm. zorg, bouwen. Dat gaan we nu doen. En dan kun je mensen perspectief bieden. Dat is wat we gaan doen. Ja, maar in het coalitieakkoord stond echt expliciet vermeld onder het kopje integratie dat mensen die tijdelijke woning na 2 jaar een voorrangspositie krijgen op de woningmarkt. We moeten mensen perspectief bieden en dan moeten er al eerst woningen zijn. Maar dat geldt niet alleen voor statushouders. Nee, dat geldt voor iedereen in de. Ik heb het ook niet over statushouders. Ik heb het over mensen die in een tijdelijke woning wonen. Ja, we gaan een manier bedenken, maar het is een beetje lastig om daar nu antwoord op te geven, want daar moeten volgende week nog over praten. Om te zorgen dat mensen niet eeuwig in een tijdelijke woning zitten. Want dat is voor integratie, maar ook gewoon voor alle groepen sociaal. Is het belangrijk dat mensen perspectief hebben. En daar moeten we een oplossing voor komen. Dat betekent eerst zorgen dat er woningen zijn. En dan kunnen we dat forceren. Jullie zetten fors in op de bouw voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Voor starters, spoedzoekers, senioren, statushouders en doorstromers. Ik mis de gezinnen. Of zien jullie dat als de doorstromers? Nou, wij bouwen gewoon voor gezinnen. Ja, goed. Ik bedoel, het is een opsomming die vast niet volledig is. Er wordt gewoon voor gezinnen gebouwd en dat gaan we mee door. Ja. En een van de maar misschien om daar een nuance aan te geven, hè, van dat is waar we in het coalitieprogramma ook iets veranderd hebben, is tot nu toe als er gebouwd werd, was het vaak groter. En juist waar we zien dat het stokt, is veel jongeren, hè, gewoon de mensen die in onze eigen kernen wonen, die niet, die misschien aan het studeren zijn of net klaar met studeren, die geen huis kunnen vinden. Hetzelfde met de mensen die, de spoedzoekers, hè, de mensen die nu in een tijdelijke huisvesting zitten. Dat is, vaak zijn dat enkele personen. Op het moment dat die gaan meeconcurreren naar de woningen waar een gezin in past, ja, dan verstoor je dat geheel. En uiteindelijk gaat het erom dat je een gebalanceerd aanbod hebt. En door kleiner te kunnen gaan bouwen, zorg je daarvoor dat je daarin bijdraagt. En door voor die doelgroep gerichter te bouwen, hou je de bestaande voorraad, die soms al wat groter is, en niet alles wordt kleiner, hou je beschikbaar voor de gezinnen. Het is dus niet zo dat we het nu niet meer voor gezinnen bouwen. In heel Nederland is er een probleem qua woningnood voor starters. Dat is niet alleen in Kastrikum het geval. Sommige mensen zijn nog veel erger. Dus dat betekent dat je aanvullend ook voor die groepen wat extra's doet. Ik denk echt dat je het zo moet zien. Mm-hmm. Want op het moment dat je heel eenzijdig gaat bouwen, dan is er gewoon geen doorstroming. Nee. En dat zegt vader van Hecht. Ja. Los van de ambities en de locaties die je nodig hebt om te bouwen, of dat kan natuurlijk binnenstedelijk zijn, dat kan misschien ook wel her en der in het buitengebied, is ook de capaciteit natuurlijk echt reden van zorg binnen de gemeente. En ik las dat om die capaciteit te vergroten, er wordt gekeken om eventueel de leges te verhogen. Nou, wordt bouwen niet daardoor, door al die ambities, hè, want we moeten klimaatadaptief bouwen, het moet voldoende bouwbesluiten, energie-neutraal, noem het allemaal op. Wordt daardoor bouwen binnen de gemeente Kastrikum niet nog duurder en te duur? Nee, het probleem zit niet zozeer in de leges, het probleem zit hem vooral in de beschikbaarheid van de capaciteit, dat is een punt. Hoe gaat u dat vergroten, die capaciteit? Er werd net gevraagd over of het college gewoon was doorgerekend. Op dit punt is dat gewoon gebeurd. Dus er is geld beschikbaar gesteld, in ieder geval aangegeven. En dan moeten we naar de financiën kijken of dat ook in de begroting kan worden gepast. Zodat wij in ieder geval die mensen kunnen werven. Dus we hebben wel ook het geld liggen. Alleen je moet wel de juiste mensen vinden. Daar zit het grote probleem. Dat is landelijk een probleem. Ja. Maar dat betekent niet dat het niet gaat lukken. Het gaat wel lukken. Okay. Dus er zijn natuurlijk gewoon een hoop goede ambtenaren al bezig met projecten. Het verhogen van de leges is wat mij betreft iets waar op een legitieme manier naar gekeken kan worden. Omdat als je iets wil voor elkaar wil krijgen, je wil er geld mee verdienen, dan is het gewoon verstandig dat daar een redelijke tegenstraat tegenover staat. En dat die ambtenaren die dan dat werk voor je doen, dat die dat ook daar ook voor betaald wordt. Er komt nog bij dat we naar een aantal slimmere dingen kijken, zoals bijvoorbeeld
dat kleinere projecten tot 11 woningen, dat die niet allemaal nog naar de gemeenteraad hoeven ter besluitvorming, maar gewoon in het college kunnen worden besloten. Als het goed is kan dat als straks de omgevingswet in werking treedt. Dat zou 1 januari 2023 zijn, maar de kans dat dat niet doorgaat is heel erg groot. Ja. Maar dan, en dat is misschien een beetje een primeur, dat durf ik hier wat te zeggen, want ik denk dat daar wel draagvlak voor is. Dan wil ik wel met een besluit komen om dat ook onder de huidige figerende regels te gaan doen. Okay. En dan kunnen we sneller bouwen. Nog even waar we gaan bouwen. Valentijn, heb je concessies moeten doen? Want het buitengebied is niet meer helemaal heilig. En dat was het voor GroenLinks wel. Ook hier weer. Ik heb niet aan de onderhandelingstafel gezeten. Dus het is een beetje raar om ons over de onderhandelingen te vragen. Nee, daar gaan we over. Het staat niet in jullie verkiezingsprogramma. Laat ik het zo zeggen, het staat wel in het coalitieakkoord. Dus laten we het dan zo vragen, van hoe kan het dat je dat coalitieakkoord toch ondersteunt, terwijl het niet in je verkiezingsprogramma staat? De ondersteuning van het coalitieakkoord is natuurlijk ook prima iets van de fractie, maar dat doe ik ook. Maar het gaat erom dat je iets op een passende manier invult. Ja. Als het dan gaat om het buitengebied, er zijn best onderdelen in het buitengebied waar je al gefragmenteerd gebouwd hebt. Als je dat op een goede manier inpast, passend binnen de omgeving, dan hoeft dat niet kwalijk te zijn. Het is wel zo, wij willen niet dat er te veel groen opgeofferd wordt. Wij willen niet dat het ten koste gaat van... Nou, wij is het college in dit geval. Dan zit hier als wethouders. Dus het is wel belangrijk om die rollen een beetje zuiver te houden. Want als wij... Ik bedoel, voor mij is het heel makkelijk. Hè, want ik stond op de lijst voor de VVD Kastrikum. Maar we zitten hier als college, die als wethouders. We hebben één boodschap. Daar hebben we gewoon afspraken over. Die zijn goed. En, ja, dat snap ik. En dat gaat dus ook over het buitengebied, waar we al voorzichtig en op een goede manier mee omgingen. Maar de lokale woondeal bijvoorbeeld, er zijn afspraken dat je meer mag in het buitengebied. Ja, die ga ik gewoon samen met mijn collega's uitvoeren. We hadden net al even over het groen, hè? Dus misschien kunnen we daar even op verder gaan. Het was niet een hele uitgebreide paragraaf in het coalitieakkoord die over klimaat, groen en duurzaamheid ging. Er stond isoleren zonnepanelen, meer bomen. That's it. Het woord stikstof wordt niet genoemd, CO2-uitstoot. Er wordt verder niks genoemd. Vond je het zelf niet wat mager? Nee. In die paar, die drie punten die je net noemt, zitten volgens mij hele grote ambities. Ja. Er is hiervoor besproken dat we, als we kijken naar groen, dat we 185 bomen zouden gaan planten per jaar. Worden dat hebben we nu 500, naar, worden nu 500. Hè, van 300 bomen. Dat heeft, als je het hebt over klimaatadaptatie, heeft dat een hele grote impact. We zeggen dat we van 3000 daken erbij willen waar particuliere zonnepanelen erbij hebben. Dat is een kwart van de Kastrikumse particuliere woningvoorraad. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk een enorme impact straks als het gaat om de CO2-uitstoot die daarmee teruggebracht wordt. En het verduurzamen, dat is misschien waar nog wel de grootste winst te halen valt. Op het moment dat je beter isoleert, zorg je dat je minder hoeft te gebruiken. Dus ook daar weer zorg je ervoor dat je consumptie minder wordt. Dat het dus ook voor de inwoners goedkoper wordt. Maar dus ook dat die CO2-uitstoot minder wordt bijvoorbeeld. Ja, vond je het toch niet iets te weinig ambitieus? Als ik de plannen van de regering bekijk, die zijn veel verdergaander en ambitieuzer. Ook op het gebied van stikstofuitstoot. En dat heeft wel enorme consequenties voor de agrarische sector. Maar hoe sta jij daarin? Laat ik het zo zeggen. Ja. Dit is Valentijn's portefeuille. Ja, maar het is zijn portefeuille, dus daarom vraag ik hij spreekt namens het college. Dat weet ik, maar het is zijn portefeuille, dus ik neem aan dat hij er de meeste Nee, zeker. Heeft. Maar soms heb je ook te maken met de actualiteiten die je inhalen. De stikstofproblematiek, dat was de precieze grootte daarvan, was nog niet zichtbaar op het moment dat de onderhandelingen gevoerd werden. Dus het is pas 2 maanden oud. Dit is natuurlijk een dossier wat al langer speelde. Nee, maar het was heel natuurlijk niet duidelijk wat de precieze effecten daarvan zouden zijn. Mm-hmm. En in eerste instantie was volgens mij de inschatting dat het voor Kastrikum wel mee zou vallen. Inmiddels met het rapport wat op tafel ligt, lijkt die impact groter. Maar daarbij wel van kijk, dit is iets wat op gemeentelijk niveau natuurlijk een probleem is, waar we moeten kijken op wie heeft dat impact en wat betekent dat voor ze. Maar dat is, dit is beleid wat de provincie moet gaan uitvoeren op
basis van kaders die door het Rijk gegeven worden. Dus heeft de gemeente hier geen enkele zeggenschap? Nou, wij, in ieder geval weinig. Betekent niet dat wij er niks mee gaan doen. Oké, en niks dus, betekent voor onze agrariërs? Heel concreet naar die agrariërs weet ik niet of ik daar heel veel kan betekenen. Hmm. Ik ga binnenkort met ze in gesprek. Dat is de ambtenaar is bezig om daar een afspraak voor in te plannen. Ik weet niet zeker of die uitnodiging al bij de agrariërs ligt. Dus ik kan niet zeggen van er is al een datum geprikt. Maar ik ga met de agrariërs in gesprek. Ik wil heel graag weten wat er bij ze leeft. Welke angsten er zijn. Welke sentiment er is. Maar ook om te kijken wat er mogelijk is. En wat er onmogelijk is. Ja. En dat is dus iets wat ik met de agrariërs wil bespreken. Maar ook iets wat ik intern bij onze ambtenaren heb nagevraagd. Van ga nou in kaart brengen op basis van wat er nu ligt. Wat dat betekent. Ga jij er ook nog mee bemoeien, Volkeren? Want jij als CDA'er hebt nou, altijd een grote agrarische achterban. Ja, zeker weten. En kijk, Valentijn is de bestuurder, hè, binnen het college, dus Valentijn is ook voor. Maar als CDA vind ik er ook wel wat van. Hè. Ja. En ik snap best dat er rondom stikstof wat moet gebeuren en ook met de agrarische sector. Maar de manier waarop, ja, dat kan echt niet op mijn goedkeuring rekenen. En dat hebben we ook wel kenbaar gemaakt onze Tweede Kamerfractie. Want dat is dan wel weer het voordeel van de landelijke partijen. Hè? Ze zitten wel in de regering. De manier waarop je dit aanvliegt met zo'n kaart. Dan gewoon maar, laat ik maar zeggen, de samenleving insturen. En de consequenties voor gewoon familiebedrijven. Hè? Die er soms al heel lang zitten. En dat gaat om een broodwinning. Die is enorm groot. En de sociale basis, sociale zekerheid die daar tegenover zou moeten staan. Dat is onvoldoende uitgewerkt. Als je kijkt naar de andere sectoren, hè, die zou je dan ook evenredig moeten laten meedelen. Als het gaat om het terugdringen van stikstofuitstoot. Ja, daar wordt minimaal over gesproken. Ja. Dus ik begrijp heel goed, zeg ik maar even als CDA-bestuurder, dat er hier ongelooflijk grote onrust over is ontstaan. Ja. En kijk, maar de andere kant is natuurlijk wel van. Er is een aanleiding hiervoor. Hè, van de natuurgebieden staan onder druk. En dan moeten we met z'n allen gaan kijken van wat kunnen we daaraan doen. En de manier hoe je dat uitvoert, maar vooral misschien nog wel hoe je dat communiceert en gaat implementeren, dat is iets wat zorgvuldig moet gebeuren. Maar het is zaak dat we. De komende periode wordt, als het goed is, ook veel meer duidelijk over de oplossing rondom het station. Er zijn volgens mij twee scenario's met een voorkeursvariant die eerst wordt onderzocht, en er wordt een tweede scenario nog achter de hand gehouden, als ik het goed heb begrepen. Denken jullie als college dat samen met de raad ook echt dat besluit wordt genomen? Ja. Besluit wel. Dat wil nog niet zeggen dat die. Dat het binnen 2 weken geïmplementeerd zal zijn. Nee, dus nee. Het besluit gaan we nemen. Ik denk dat het zo is dat we trechteren naar een oplossing. En Valentijn en ik die zijn daar goed over in gesprek en aan het samenwerken. Er zijn ook een aantal, maar ik zou zo weer bij jou denken. Een aantal goede ontwikkelingen. Er is bijvoorbeeld een subsidie is er toegekend, of jullie dat gehoord hebben, vanuit de Europese Unie. Dus een CEF-subsidie voor die overgangen. Maar jij had er al een paar interessante gesprekken over, vertelde je mij, toch? Ik heb recent inderdaad een gesprek gehad met ProRail ook. Hè, want die hebben er uiteindelijk heel veel belang bij, omdat ze... omdat zij naar dat hoogfrequent spoor willen. Mm-hmm. En dat zorgt er mogelijk voor dat die dichtlichttijden groter zijn. Hè? En dat is volgens mij zijn er twee problemen. Enerzijds dat je nu eigenlijk al wil dat de doorstroom beter wordt dan het nu is. En dat je ervoor zorgt dat in de toekomst niet gaat verslechteren op het moment dat het vaker of meer dicht ligt. Nou, ProRail heeft nu aangegeven dat er misschien toch oplossingen zijn waarmee die dichtlichttijden toch beperkt kunnen worden. Nou, daarvan hebben wij dus de vraag gesteld van laat maar zien hoe dat dan is, hoe dat mogelijk is. Maar uiteindelijk gaat het erom dat, dat je kijkt naar een verkeerscirculatie en dat je daar een goede oplossing voor biedt. Daar speelt wel bij dat je natuurlijk op een hele zorgvuldige manier moet zorgen dat je ook daar passende plannen gaat maken, waardoor je eventuele overlast minimaliseert. Ja, want er werd net gerefereerd aan de twee plannen. Hè. We hebben gezegd de oplossing met de spoorwegovergang zoals die nu is, zoals die aangedragen is door de Fietsersbond. Het LVO-plan is dat grofweg. En een tunnelvariant. Nou, we hebben ook gezegd dat we die fietsersbondvariant, dat we daar de no-regrets oplossingen willen gaan implementeren. Dat heeft natuurlijk wel impact voor bepaalde stakeholders. Ik snap dat niet helemaal. Wat zijn dat voor oplossingen?
Nou, dat... En geen spijt van krijgt. Ja, ja, sorry, dat, ja, dat snap ik. Maar... Wat er ook gebeurt. Is die altijd goed zijn. Ja, in alle goede. Ja. Ja, maar dat zijn de oplossingen die makkelijk implementeerbaar zijn. En ja, ja, ja. Mocht je uiteindelijk naar een andere variant toe gaan, dus zouden we toch, ja, naar die tunnel gaan. Dat je geen kapitaal hebt geïnvesteerd, klopt, in een, ja, verkeerde oplossing. Maar dat betekent dat je op een juiste manier ook in gesprek gaat houden. Dus met bijvoorbeeld, als je kijkt naar de pilot die er geweest is. Mm-hmm. Van daar is in een verzetshuldenbuurt is daar veel onrust over geweest. Dus dan moet er goed gekeken worden. Wat betekent dat dan voor die verzetshuldenbuurt? Nou ja, zeker. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, ja, om een goede verkeerscirculatie. En als je die buurt gaat gebruiken voor je verkeerscirculatie, is dat per definitie niet goed. Nou, daar zit een onderdeel in wat gewenning in is. Daar zit ook een onderdeel in van wat kan en wat mag daar. Nou, en daar moeten we dus met alle partijen goed met elkaar in gesprek. Er zijn nog twee varianten over dus. Ja. Maar je hebt met ProRail gesproken, zei, ja, je. En ook over financiering, neem ik aan. Hoeveel gaan ze bijdragen aan de oplossing? Nou ja, de uitwerking daarvan is nog niet, okay, rond. Hè. Dat ligt er ook aan wat het uiteindelijk precies gaat kosten. Hè. De afspraak die er in ieder geval ligt, is dat 50% door ProRail ligt. En afhankelijk van het precieze bedrag gaan we verder in gesprek. Nou, okay. Zoals door Paul aangegeven werd. Er is een Europese subsidie binnengekomen, ja, waardoor ook een deel... Nou ja, kijk, volgens mij moeten twee dingen uit elkaar gehaald worden. Dat is de korte termijn, hè, dus zeg maar de, ja, no regret. En je hebt natuurlijk de lange termijn, waar nu getrekt is naar één overgebleven variant. Hè, dus niet de randwegen enzovoort. En daarvan heb ik ooit gezegd, als je dat gaat doen, als je, ik noem wat, stel dat je een tunnel aanlegt. Hè, ik ben daar zelf ook met bouwen bezig. Dus daarom is het fijn dat we twee portefeuillehouders hebben op dat dossier, zodat je het belang ook goed uit elkaar kan houden. Ja, dan zou je zeggen dat Castricum daar niet meer op 5 of 6% aan zou moeten. Dat was toen, ik bedoel, jij gaat er nu over, maar dat was toen mijn... omdat ook in Zaandam en op andere vergelijkbare punten ongeveer dat percentage is aangehouden. Dan heb je het niet alleen over die CEF-subsidie, die een paar honderd miljoen eventueel voor het hele gebied. Ja, niet maar, alleen voor Castricum. Nee, ze hebben twee hele trajecten stad, hè? Ja. Nou ja, kijk, als je een tunnelbak gaat bouwen, dan heb je het niet over een paar miljoen. Dan heb je het over echt serieus veel geld, waarbij... het Rijk en de provincie en de regio, want ja, zo'n PAS, heel flauw, dat is om van Amsterdam naar hier gewaard te komen. Hè? Want van Castricum naar Amsterdam, dat lukt al zonder, ja, die tunnel. Ja, dus, dan, ja, dus dan is het natuurlijk zo dat ProRail heeft ook weer een belang, hè? Want die willen de kosten laag houden. Dus die doen vaak de zaak een beetje mooi voorkomen, dat het allemaal met simpele oplossingen wel kan. Maar we weten allemaal dat dat misschien niet zo is. Een ander aspect wat ons opviel uit het programma, en dat is wat binnen uw periode gaat vallen, is de opening van het nieuwe zwembad. Ja. 2025 las ik. Dan moet ergens... Hadden we wel eind 2025. Ja. Dus laten we eind 2025 staan we daar met de opening. Ja, aftellen. Ja. Ja. Ja, maar goed, we rekenen wel terug vanaf dat moment. En dat betekent wel dat zeg maar, de laatste klop erop, he, die door de gemeenteraad zou moeten worden gegeven. Dat moet nog dit jaar dat gebeuren. Dat moet dus dit jaar wel gaan gebeuren. Dus ik had deze vraag natuurlijk ook wel verwacht. Hij ligt bovenaan mijn stapel. Ik heb op dit moment drie afspraken per week specifiek over dit onderwerp. Omdat er heel veel stakeholders bij betrokken zijn. Dus we praten met iedereen, we luisteren naar iedereen. En we werken toen naar een voorstel naar de gemeenteraad, waar ze nog voor de kerst een soort van finale klop op kunnen geven. Er is een scan gemaakt, hè? Een quick scan, ja. Quick scan, maar die was niet volledig genoeg, volgens jullie? Nee, dat klopt. Dus er is, er lag zeg maar een oorspronkelijk voorstel vanuit het vorige college, gebaseerd op zeg maar het kader wat de vorige gemeenteraad had meegegeven. Daarnaast hebben we een groep van betrokken inwoners van Castricum die allemaal verstand hebben van bepaalde zaken, zwembadzaken, investeringen, btw-constructies en dat soort dingen. Ja, daar hebben we vanuit de vorige raad gevraagd, ik destijds nog vanuit de andere rol ook, van ja, vergelijk die verschillende opzetten nu eens met elkaar. Dat is gebeurd, dat is die quickscan geworden. Die quickscan die moet nog met de gemeenteraad worden besproken, dat gaat na de zomer gebeuren. Maar dan moet die wel volledig zijn. We moeten de juiste cijfers, de juiste informatie, een eerlijke vergelijking. En we proberen ook een soort van doorkijk te hebben voor niet alleen de komende 4 jaar, maar echt een doorkijk voor de komende 20, 30, 40 jaar. En gaat het nog lukken met die gestegen bouwkosten? Gaan jullie ook al extra budget opnemen om die post, want de prijzen zijn behoorlijk gestegen de afgelopen maanden,
omdat dat er geen verrassingen ontstaan. Nou ja, het eerlijke antwoord is natuurlijk dat in ieder project wat je doet, of je nou particulier bent of een ondernemer of je bent de overheid, dan vallen de bouwkosten hoger uit dan dat je eigenlijk had gedacht. Overigens denk ik dat de discussie niet zo heel erg zal gaan over de investering aan zich. De discussie zal vooral gaan van ja, als je dat dan 30 of 40 jaar gaat exploiteren, wat is dan de bijdrage die de gemeente doet in het exploitatiebedrag per jaar? Zijn er nog varianten mogelijk of gaan jullie het echt wel op één variant focussen? Nou, we zijn op dit moment eigenlijk met een soort van open vizier de varianten aan het bekijken die dus voortvloeien uit het oorspronkelijke kader van de vorige gemeenteraad. Zowel als de ideeën die de initiatiefgroep heeft ingebracht. Ja, in de gesprekken met het bureau wat dat begeleidt komen ook nog wat interessante ideeën en voorstellen naar boven. Zo zijn er bepaalde subvarianten toegepast in andere gemeenten in Nederland. Dus daar kijken we ook nadrukkelijk naar om te kijken van wat kunnen we daarvan leren en wat zou Castricum daar eventueel van beter van kunnen worden. En dat allemaal passend, zoals het zo populair heet, binnen de business case. Ja, het is wel goed dat jullie echt focussen op die zorgvuldigheid bij heel veel besluiten, maar het gaat een beetje ten koste van de snelheid, heb ik het idee. Nou, ik vind in dit geval... Gaat het nog lukken in jullie periode, als je hier 8 jaar hebt gezeten als wethouder, dat er een zwembad is? We hebben vertrouwen in de collega. Eind 2025 opening, dus we gaan het zien. Ja, en collega Beens was natuurlijk als raad zit natuurlijk al zeer betrokken bij dit dossier. Dus volgens mij maakt de rol een vliegende start. Maar ik bedoel, Ron de Haan was ook zeer betrokken bij het dossier. Ja, maar het is niet zo dat betrokkenheid is misschien niet van belang. Het gaat meer om, kan je een beslissing nemen met elkaar? Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat er afgelopen jaar niks gebeurd is. Dus het, is niet zo, het heeft niet stilgestaan. Hè, er is iets om op basis op door te bouwen. Ja. Ja. Nou, en er liggen natuurlijk ook ontzettend mooie koppelkansen natuurlijk, hè, rondom het zwembad. Als je kijkt naar jouw portefeuille. Ja, met duurzaamheid. Ja, met duurzaamheid. Een warmtenet in de wijk Noord-End. Ja. Dus het zwembad wel voorwaardelijk. Ja, en waar het hier natuurlijk om gaat. Toevallig zijn Valentijn en ik gisteren nog aan het overleggen geweest. Ook nog ter plaatse geweest. We kijken naar al die scenario's. Dus het is zorgvuldigheid boven snelheid. En ik denk, op zo'n groot dossier, hè, als wij 6-7 maanden na de start van een nieuw college met een voorstel komen met een goede business case naar de gemeenteraad, waar ze een klop op zouden kunnen geven. Ja. En dan vind ik dat een hele prestatie om dat in zo'n korte termijn te doen. En dan ook nog eens een keertje gekoppelde dossiers aan elkaar te hechten. Ja, dat lukt alleen als je op deze manier en ook ambtelijk heel goed samenwerkt. Ja. Ik wil het toch even doorpakken op de sport, want zwemmen is natuurlijk een sport. Onder andere, maar ook recreatie. Maar jij bent zelf een vervent sporter. Dus we verwachten van jou ook er wordt nu even gelachen aan tafel. Dat zegt niks. Ik ben een fanatiek sporter, maar er zijn wel wat problemen met mijn rug geweest. Oh, sorry. Door het sporten. Nee, maar de sport krijgt wel een impuls, heb ik begrepen, uit het coalitieakkoord. Nou ja, ik denk dat een juiste conclusie is. Ik durf wel te zeggen dat we ook al de afgelopen paar weken, we doen dit nu 5 weken met elkaar, maar ik heb echt al heel veel afspraken met de sportwereld gehad, met verenigingen, met het platformsport. En we gaan ook een sportnota maken met het nieuwe college. Daar is ook dringend behoefte aan. Dus ik geloof in die impuls. En waar het vooral om gaat, dat is bewegingsparticipatie. Het is niet alleen topsport bijvoorbeeld. Het is dat zoveel mogelijk van de 37.000 inwoners niet stilzitten, maar in beweging zijn. Laatste onderwerp. Nou, dat helpt ook trouwens het sociaal domein mee. Hè? Ik bedoel, als het gaat om obesitas en andere gezondheidsvraagstukken. En het verenigingsleven aan zich is ook een heel belangrijk onderdeel van de sociale basis. Maar heb je nog het laatste daarover, over die sport, is er extra budget voor vrijgemaakt om daar een impuls aan te geven? Ja, wat er natuurlijk gaat gebeuren, dat is dat voortvloeiend uit die sportnota straks gaan we kijken van wat moeten we doen om daar mensen op in te zetten, wat moeten we doen om accommodaties te faciliteren, wat moeten we doen om daar gelden aan te hangen. Dat heeft ook alweer een koppeling met subsidies, hè? Dat is ook duidelijk. Dus we proberen al die puzzelstukjes, al die kaarten proberen we nu op tafel te hebben om daar verstandige dingen in te doen, waar zoveel mogelijk voor onze inwoners zo meteen door kunnen bewegen. Het laatste onderwerp, want we zitten bijna door de tijd heen. Dat is de samenwerking in de BUG. Te lezen is in het programma dat er nu wordt gekozen niet om een politieke bestuurlijke aansturing, maar om een zakelijke aansturing om meer grip te krijgen op de kosten.
Wat is het verschil tussen politiek besturen en zakelijk besturen? Wie mag ik daar een antwoord op laten geven? Maar ja, de boeg zit bij mij. Ik zit nu ook in het bestuur van de boeg, maar ik heb me er al zoveel jaren tegenaan bemoeid dat ik denk dat ik ook wel iets van af weet. Kijk, politiek bestuurlijk is dat je zaken zodanig probeert te masseren dat het een beetje buiten het transparante gezichtsveld blijft. Hè. Dus de stap die we nu gaan maken. Toevallig was Elise Zandstra, de algemeen directeur van de boeg, was afgelopen donderdag bij ons ook nog in de commissievergadering. En toen hebben we het er ook over gehad. Waar het om gaat is dat we het zoveel mogelijk inzichtelijk maken wat er gebeurt binnen die boeg. Mm-hmm. En dat de gemeenteraden in staat zijn om aan zoveel mogelijk knoppen te draaien ten aanzien van de beleidsvoering. Zonder dat ze nou heel erg inhoudelijk met de uitvoering zich hoeven te bemoeien. En deze drie andere gemeentes, die zijn het ook eens met deze nieuwe aanpak? Dat is een interessante vraag, want in Bergen is het nog wachten tot eind september volgens mij voordat er überhaupt een college gaat zijn. Ja, daar hebben ze een sollicitatie ronde gepland, hè, voor wethouders. Ja. Daar hebben jullie niet aan hoeven voldoen. Nee, maar het voordeel is wel dat als zij gaan beginnen, zijn wij al 5 maanden onderweg. Ja. Dus dat is het voordeel wel. Ja. Nee, het antwoord op je vraag is dat we de zaken eerlijk, open, zuiver en transparant willen hebben. Gemeenteraad aan de knoppen draaien. Ik krijg uit Geest en Heiloo in ieder geval terugkoppeling dat men daar enthousiast over is. En eigenlijk is de sleutel, en daar vragen we vanuit Kastrikum al langer om, dat is dat we heldere, duidelijke dienstverleningsovereenkomsten hebben waarin duidelijk omschreven wordt wat zijn de basistaken, wat zijn de extra taken, wat kosten die extra taken en is de gemeente bereid om daarvoor te betalen ook. En dat iedereen het gewoon ook weet hoe dat precies zit. Helder. Tot slot, jullie mogen alle vier antwoord geven op dezelfde vraag. Wanneer is voor jullie je wethouderschap succesvol verlopen over 4 jaar? Hoe kunnen we dan terugkijken, Valentijn, als we met jou mogen beginnen? Ja, en dat in één zin zeker. Ja, het liefst kort. In de eerste plaats vind ik het heel belangrijk dat we gewoon 4 jaar doorgaan met deze ploeg. Daar heb ik alle vertrouwen in, maar dat is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast denk ik dat we, als het gaat om klimaat en duurzaamheid, dat we daar mooie doelstellingen hebben gehaald. En dat, dus dan gaat het over de zonnepanelen, de energielabels en het vergroenen van de gemeente. Want daarmee wordt de gemeente ook leefbaarder voor onze inwoners. Falcoen? Heel moeilijke vraag. Het gaat om het sociaal domein, omdat het is nooit af. Ja. Dus dat is moeilijk. Maar ik zie wel een x-aantal nieuwe maatschappelijke opgaven. Of die zijn er al, waar we echt handen en voeten aan moeten geven. Dat is versterken als het gaat om de aanpak van eenzaamheid. Dat gaat om het betrekken van jongeren. Het gaat ook om inclusieagenda, hebben we het nog niet over gehad. Hè. Mm-hmm. Hoe maak je die gemeente nou nog veel meer toegankelijk en toekomstbestendig om deel te kunnen nemen. En dat gaat ook om arbeidsparticipatie. En we zien natuurlijk heel veel ondernemers die op zoek zijn personeel. En aan de andere kant hebben we nog, vind ik, te veel mensen in de bijstand. Maar die verbindingen beter gaan leggen, dat is een hele belangrijke opgave. Paul? Nee, de bouwopgave moet gewoon gerealiseerd worden. En ondanks de hinder van de stikstof wat op ons afkomt, dat toch gewoon lukt. En dat we die aantallen halen, zodat mensen, alle groeperingen, een goed dak boven hun hoofd hebben. Mooi. En Roel, tot slot. Ja, nou ja, ik spreek de wens uit dat we met deze groep, met dit team, zeg maar, 4 hele goede, productieve en ook gezellige jaren hebben. Wat dat betreft hebben we een uitstekende start, denk ik, gemaakt. Mm. Ik vind het ook heel belangrijk dat wij al vanuit het college het gemeenteraad in staat stellen om besluiten te nemen over dossiers die al jaren zich voortslepen. Dat we daar in ieder geval een besluit nemen. En dan moet het uiteraard nog uitgevoerd gaan worden. En in de derde plaats, vanuit mijn portefeuille financiën, dat we 4 jaar lang met een sluitende begroting kunnen werken. Dat lijkt me helder. En vanuit de portefeuille sport, dat we meer Kastrikummers aan het bewegen krijgen. Kijk. Ik denk dat we de volgende afspraak vast kunnen plannen met jullie over 4 jaar. Of februari 2026? Februari 2026. Dan pas. Maar tussendoor. Eerder zien we elkaar ook zeker. Tussendoor over de voortgang binnen de dossiers. Ja, zeker. Graag. Ja. Ja. Nou, fijn dat jullie er waren. Dank voor jullie komst. Veel succes de komende 4 jaar. Nou, en ongetwijfeld zullen jullie vaker aan deze tafel verschijnen bij Couleur Lokaal. Dames en heren, u bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bouwmarkt Hubo op de Kastrikumerwerf. Hans van Borre, uw groene slager. Blinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg in Kastrikum.